De regeringsdelegatie onder leiding van Desi Bouterse heeft in Brazilië 6 overeenkomsten getekend. Deze overeenkomsten hebben betrekking op samenwerkingen op het gebied van handel, landbouw, veiligheid en grensoverschrijdende criminaliteit. Minister Yildiz Polat-Biglı gaf dit donderdag aan tijdens een persconferentie na de aankomst uit Brazilië. Polat-Biglı benadrukte dat Suriname en Brazilië reeds jaren samenwerken en dat deze samenwerking nu wordt verdiept. We hebben, of we spreken vandaag over een momentum welke heeft geresulteerd in het ondertekenen van 6 overeenkomsten. U hebt er reeds 2 gehoord. 1 in politie-samenwerking en die andere in investeringen. Het volgende is dat wij vaak genoeg, wanneer we praten over bilaterale relaties en buitenlands beleid, u heel moeilijk de vruchten ziet. En het is goed te memoreren dat de vruchten in deze binnen heel kort tijdbestek zijn gerealiseerd. En niet gewoon gerealiseerd, want ze hebben geresulteerd in concrete documentatieondertekening voor 4 projecten. Op het gebied van agricultuur, we hebben de First Lady gehoord over het schoolvoedingsproject en politie en veiligheid. Zowel Suriname als Brazilië zullen zich inzetten op migratiegebied. Er wonen ruim 50.000 Brazilianen in Suriname. Deze groep kampt met problemen die dringend aandacht behoeven, zei Polat-Biglı verder. We hebben verder kunnen we listen de aanscherping en samenwerking op de genoemde gebieden van defensie, veiligheid, migratie, consulaire aangelegenheden, landbouw en handel, maar ook milieu. En ik wil bij consulaire en migratie aangelegenheden even stilstaan. De president heeft de gelegenheid aangegrepen om te verduidelijken dat niet 30, maar zeker in de orde van 50.000 Brazilianen, mensen met een Braziliaanse achtergrond, hier te landen vertoeven. En wij dus een toezegging hebben gedaan bij monden van de president dat per 31 juli of uiterlijk op die datum de tweede consulaire werkgroep bijeen moet komen om de problemen die zijn aangehaald voor deze groep te entameren. Wat we niet moeten vergeten is dat deze groep van samenleving een wezenlijk deel vormt van onze eigen samenleving. Bijna, je kan goed zeggen, een tiende bijna. En wij dus ook moeten kijken naar de economische bijdrage die die samenleving hier levert. Maar tegelijkertijd ook naar Brazilië toe met de remittances. Aldus minister Yildiz Polat-Biglı van Buitenlandse Zaken donderdag tijdens de persconferentie van de regeringsdelegatie die naar Brazilië was afgereisd. Suriname heeft 6 overeenkomsten met zijn buurland getekend.